Een hele goede morgen allemaal. Ik moet zo naar het ziekenhuis toe voor revalidatie. Dat kan ik jullie dit keer niet in meenemen, want dat had toen ook niet mocht. Ik mocht dat niet filmen. Ik ga het nou wel weer vragen, want ik ben nog wel op een andere afdeling. Niet geschoten. Ja, jullie snappen, is anders. Ik ga nou dit even loshalen. Wat ik hier allemaal mooi staan heb. Dus het tafelblad is klaar, hopelijk. Ik krijg het niet meer los, jongens. Ik heb een big problem nu. Tafelblad is klaar. Vet man. Nou, zoals je ziet is het me gelukt, jongens. Ik heb het met elkaar. Dit is het tafelblad. Huh? Tafelblad? Jullie weten het wel, hè? Weer een kutdag. Maar ja. Als een Engelsman zegt... All people have bad days. Dus wie, alle anders ook. Helemaal, het ging best wel goed bij mij. Ik heb het gewoon op mijn dode gemak kon ik het volhouden. Training, dit is echt, je komt met een groep van ja, een andere 8 mensen, dus 9 mensen ongeveer, plus jezelf meegerekend. Kom je in een groep te zitten en dan kun je revalideren. Maar compliment voor deze 2 zusters, vooral voor die ene. Die is veel meer met je bezig. En dat waren die andere 2 gewoon niet. Die waren gewoon niet met je bezig. Dus ja, dat is wel weer een pluspunt, hoor. Kan ik ze wel, ik geef ze wel een compliment. En daar, ja, filmen, dat doe ik toch niet. Want het is toch, je bent continu met anderen. En ja, die anderen die zullen het wel niet kunnen waarderen. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Nee, ik ga het niet doen. Spijt me bij deze. Maar lijkt me niet verstandig dat ik dat ga filmen. Dus. Bij deze. En nou even eten maken, hè. Even weer wat middag eten. En dan zien we wel weer. Helemaal, ik wou zo net gaan lopen, maar er begon het keihard te regenen. Dus dat gaat hem helaas niet worden, maar ik denk dat ik maar even ga liggen. Ik denk dat het maar even weer moet. Ik heb zo net de douche schoongemaakt. Had Chloe ook wel even mee kunnen nemen, maar ik wil er altijd muziek bij aan hebben, weet je. En als ik de muziek bij gebruik, dan kan ik alleen Nederlandstalig gaan luisteren. Nou, ik ga niet alleen maar een Nederlandstalig luisteren. Nee. Als ik andere muziek ga gebruiken, dan ja... krijg ik de video dus niet online. Dus zodoende. Ik ga even lekker liggen. Ik geef het er even weer aan toe. Ik ben best wel moe en ik kijk echt niet vaak in de lens. Moet ik wel doen, hè? Ja. Maar ook mensen, kijk naar wat beweegt. Want stilstaat is niet interessant. Dus... zodoende. Ik heb gewoon 2 uur geslapen, jongens.
Niet normaal. Ik heb ook niet het gevoel gehad dat het 2 uur was. Het nog moet zijn. Nou, pad. Maar goed. Ga nu mee klaarmaken. Dat ga ik hem doen. Allemaal, ik heb me dit even klaargemaakt. Ja. Zalm. Nou, ja, dan kunnen jullie vast wel zien dat het zalm is. Met aardappeltjes van de Lidl. En het barbecue schap. En met groenten van de Lidl. Met boerengroenten of zo. Of Hollandse groenten, zoiets. Daar ga ik nou even op puzzelen. En dan laat ik me weer wat zien. Ja, ik had dat in gedachten, ja. Dat. Ik heb net nog zo'n eigen loop te gaan kijken of er in deze buurt nog woningen zijn die ik over het hoofd zie. Maar ik zie niks over het hoofd. Dus ja. Het is gewoon een lange weg voor onderhandelen, denk ik. Voor ons. En hoop dat we eruit kunnen komen. Die weg die moeten we nou dan wel in. Ja. En dan morgen weer een dag waar ik knettergek van word. Morgen niet naar het werk, ik heb het afgezegd. Ik snap niet waarom, maar goed. Ik moet me maar in mijn houden wat die zuster zei. Dus ja, daar ben ik wel trots. En ik hou van u, jongens. Onthoud dat.